Haar strakke beenspieren drukken zachtjes tegen mijn vermoeide dijen. We zeggen allebei niets. In de omstrengeling van deze vreemdeling voel ik mijn moeheid pas. Tranen van vermoeidheid komen op, maar blijven ergens achter. Ik ben 2 jaar geleden met de jonge schrijversavond als avond begonnen in het Creatheater. Nou, toen nog vrij kleinschalig, maar het doel was eigenlijk om een nieuwe generatie auteurs een podium te bieden. Een live podium, laagdrempelig ook, zodat het ook nieuwe lezers eigenlijk vrij makkelijk daarop af zouden kunnen komen. Ik ben Daan Heerma van Vos en ik schrijf dingen wat me tot in sommige definities tot een schrijver maakt. Om 8:30 gaan we los. Dan is het zo dat je voor de pauze Anna Drijver, Hanna Barefoots, Renske de Greef, Iris Kop en Daan Heerma van Vos hebt. Nou, die zou ik sowieso niet missen. Ik hoop in die 5 minuten die me gegeven zijn dat ik, al zijn het maar een paar mensen, enigszins te shockeren dan wel te raken. In ieder geval dat het opvalt. Het gaat ook over uitgaan, het gaat ook over liefde, het gaat ook over seks, over vriendschap, maar ook over verlies en pijn en dood natuurlijk. Maar het gaat over heel veel thema's die denk ik wel gewoon spelen als je nu ergens tussen de 20 en de 30 bent. In de kleedkamer is het stil, mijn ademhaling neemt ongemerkt het ritme van haar hartslag over. Ik druk mijn gezicht in het haar van mijn vrouw, vol onbekende geuren en herinneringen. Ze zwijgt nog steeds. Pas wanneer ik mijn neus langs haar hals houd, merk ik dat ze zweet. Dan daarna gaan we gewoon weer door met het jonge schrijversbal en met de boekverkoop. Je kan je eigen boeken laten signeren, je kan daar ter plekke boeken kopen. Er worden schilderijen weggegeven van Harry Mulies. Er zijn live dichters. Eigenlijk is het gewoon een heel groot literair festival. Heel laagdrempelig voor maar €10. Het is wel leuk om dat we niet in een of ander stoffig achteraf zaaltje zitten met z'n allen. Zoals schrijvers en zeker jonge schrijvers vaak gedwongen zijn te doen, maar gewoon in de stad Schouwburg, groot, zoals het hoort. Ik vind het wel heel goed dat ze het organiseren. Het is lastig om 1 hoogtepunt te noemen op een avond waar er zoveel verschillende hoogtepunten zijn. Maar wat ik denk is dat het, als je kijkt naar de boeken waar we het over hebben, dat zijn geen stoffige boeken. Dat zijn boeken die gaan over jonge mensen, over deze tijd, over de tijdgeest. Ja, maar ik denk dat als ik daar zit in een volle Schouwburg, ik weet niet, 500 man of zo, dat wel spannend is. En over het algemeen weet het publiek niet wanneer ik een grap maak. Dus ik ben heel benieuwd wanneer en of er gelachen wordt. Of dat ik bekogeld word of zo. Ja, ik denk dat het voor studenten heel leuk is. Omdat je wel zeg maar een inhoudelijke avond hebt. Maar het is luchtig ook. Weet je? Het is een literaire talkshow. Het is heel wervelend. De schrijvers lezen 5 minuten voor. Daarna worden ze 5 minuten geïnterviewd. Dus het is eigenlijk een soort van live televisieprogramma waar je bij bent. En het is vrij historisch ook, omdat dit groepje schrijvers zoveel namen nog nooit op zo'n podium bij elkaar hebben gestaan.